Nee, maar je kan hem wel erin spelen. Ja, daar zitten de mannen, hè? Ja, ik heb geen recht zitten, hoor. Hé, hey, Henk. Hey, wie zit er nou toch weer tegen jou, over jou die vriendelijke wees? Ja, Magoo. Mr. Magoo. Ja. Wat weet jij van ritme, jongen? Wat denk je, Henk? Hij weet er wel iets van, toch? Ja. Magoo is een van de mensen die mij geïnspireerd heeft al in mijn vroege loopbaan als percussionist. Ik weet nog, toen ik 6 jaar oud was, mijn vader was nog niet gestorven, hoorde ik Alice Juliana op de radio. Mm-hmm. Hij had een radioprogramma. En hij begint zijn radioprogramma met... Dat is wat ik me kan herinneren. Tumba-ritme. Ah. Ja. En in het verleden speelden ze tumba op één conga. Mm. Net als ze deden vroeger... in Cuba en zo met de zon. Mm-hmm. En dat spelen ze dan ook zo. Poem, pa, toem, pa, toepoem, pa, toem, pa, toepoem, pa, toem, pa. Dus toetoe, pa, toe. Maar op zijn 12/8. Mm-hmm. En toen de tweede conga erbij kwam, deden ze dat toem, pa, toepoem, pa, toem, pa, toepoem, pa. En zo is de toemba ontstaan. Maar als je kijkt naar die toem, pa, toem. Het is precies op de 2/8 van die triool. Mm. Dus de 1 wordt niet geraakt. Dus het is... Poem, poem, pa, poem, pa, poem, pa, poem. Dus na de tel meteen poem of pa, poem. En tegenwoordig is het precies ook hetzelfde. Toen, pa, toen, 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 toen. En dat is uitgebreid. Ik kan vertellen over... Conga-spelers die hele rare ritmes hebben gespeeld op dat effect. Mm-hmm. Want weet je wat een beetje moeilijk is voor een heleboel mensen? Bijvoorbeeld de bas, die ook meespeelt, die raakt de 1 ook niet. Dus... En dan hoor je... Doem, doem, en de 1 wordt niet geraakt. Mm. Of dan spelen ze. De 1 wordt ook niet geraakt. Dus als je niet weet waar de 1 zit, dan ben je weg. Maar ik heb toen van jou geleerd dat als de mambo komt, dat je dan iets anders gaat spelen op conga. Ja. Dat je. Ta, tumbiri, ta, tumbiri, ta, tumbiri. Ja, juist. Ja. Of. Tum, tumpiti, ta, tumpiti, tum, tumpiti. En ik heb zelfs in mijn tijd, zelfs Tjatjaro Kafu gespeeld daaronder. Nee, maar je kan hem wel erin spelen. En dat is het effect van ritmes bij elkaar combineren. Daarom ga ik ook praten over ritme combina. Want toen ik bij Boydam speelde, hadden we bijvoorbeeld Sokame. Dat is... Soca, dat is soul, calypso en merengue. Dat past heel goed bij elkaar. De calypso is tiki 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 tiki. En dan hoor je de merengue erbij. Dus het past precies erin en dan krijg je een drum. Het past precies bij elkaar. En dan geef je het een naam en dan zeg je soca mee. Dan zeg je... Dit is Sokame van de verzameling gecombineerde ritmes. Mm-hmm. Maar je kan een ritme niet gecombineerde ritme noemen als het maar 1 ritme is. Mm-hmm. En dat is de fout die ze op de antillen maken. En dat ga ik helemaal uitspuien en uitleggen. Volgende keer. Ja, wat doen we die gigant, denk ik? Ja, opnemen denk ik maar. Ja, zeker weten. Dank jullie wel, jongens. Geweldig.